Hey, goed dat je kijkt en welkom in deze training Start 2021. Goed dat je meedoet, dat meen ik echt. Goed dat je meedoet, want op het moment dat je nu echt wel beseft: van wacht eens even, eigenlijk kom ik elk jaar niet verder. Eigenlijk merk ik gewoon dat ik elk jaar wel heel graag wil, maar eigenlijk zet ik elke keer weer vast. Kom ik er weer achter dat ik geen progressie heb gemaakt. Kom ik er weer achter dat ik eigenlijk gewoon weer terug bij af ben. Ik ben al vijf jaar bezig en ik kom niet verder. Ik ben al tien jaar bezig en ik kom niet verder. Sommige mensen zijn al gewoon 20, 30 jaar lang bezig en komen niet verder. Een training als deze gaat je daarin zeker verder helpen. Die gaat je zeker laten zien: van, wacht eens even, als ik het nou iets anders doe, als ik het nou iets anders indeel, als ik het nou even vanuit een andere hoek bekijk, dan ga ik ook verder komen. En dan kijk ik op dit jaar terug en dan denk ik wow. Ik heb echt heel veel voor elkaar gekregen dit jaar. Dus nogmaals, goed dat je kijkt. Ik ga het niet te lang maken, want het is heel simpel. We gaan eerst aan het werk. En wat moeten we doen? We gaan eerst eens bekijken van, hé, hey, hoe staan we ervoor en waar willen we naartoe? Waar willen we nou naartoe? Want we kunnen wel bedenken, oh, ik ga het anders doen. Maar misschien is het eerst eens belangrijk dat we gaan kijken, waar gaan we naartoe? Wat is je doel? Je moet een doel hebben. Ik ga ervan uit dat je een doel hebt. En een doel mag best specifiek zijn. Een doel hoeft echt niet te zijn, oh, ik wil volgend jaar spaargeld op mijn rekening. Oh, ik wil volgend jaar in een ander huis. Het is een beetje te algemeen. Maak je doel specifiek. Ik wil volgend jaar op 31 december of 1 januari willen kunnen zeggen: ik wil 50.000 euro spaargeld. Ik noem maar iets. Of ik wil in die wijk wonen of in die straat. En dit zijn de drie huizen waar ik naar gekeken heb. Maak het concreet. Zorg dat je echt visueel voor jezelf kunt maken: van wacht eens even, daar focus ik me op. Dat is mijn doel. Want een doel als: ja, ik wil het gewoon beter hebben, is geen doel. Want wat is de definitie van. Ik wil het beter hebben. Snap je? Als jij duidelijk weet waar je naartoe wilt... dan weet je ook wat je ervoor moet doen. Op het moment dat je zegt... ja, ik wil eventjes naar buiten toe... en je hebt geen doel... ja, dan ga je een rondje lopen en ben je weer terug. Maar als je zegt... hé, hey, ik wil eventjes naar dat monument daar... of even een, weet ik wat, een, een lokaal plaatsje bezoeken... en ik wil daar de kerk bekijken... ik verzin me wat... dan heb je een doel. Dan ga je daarheen... en dan heb je het doel gedaan. Hè? Het doel is, is gediend. Je hebt het bekeken... En dan ga je weer terug. Je doel is dan om weer naar huis te gaan. Het is heel belangrijk om een doel te hebben. Mensen onderschatten vaak dat een doel echt concreet maken heel belangrijk is. Je kunt wel zeggen, oh ik wil straks dat het beter gaat met mijn bedrijf. Dat is geen doel. Ik wil volgend jaar 500 klanten die uh, allemaal een aankoop hebben gedaan van minimaal 500 euro. En ik wil dat minimaal 100 klanten daarvan vaste klant worden. Dat is een concreet doel. Wat is er voor nodig voor die vaste klanten? Wat is er voor nodig voor 500 klanten? Wat is er voor nodig om onze producten te verkopen van zoveel honderd euro? Wat is er voor nodig? Dus jouw doelen, hoe simpel het ook klinkt, zijn heel belangrijk om concreet te maken. Schrijf ze op en ik zal zorgen dat je bij deze training een worksheet krijgt, een pdf je krijgt. Die kun je downloaden. Hopelijk kun je hem ook uitprinten en kun je daarop de antwoorden schrijven. Mocht je nou geen printer hebben. Open gewoon eventjes een uh, pdf'tje en gooi er even een klapblok naast. En schrijf op het klapblok de antwoorden. Het is ook weer heel belangrijk om het op te schrijven. Je wilt dit niet in je hoofd doen. Je wilt niet zeggen van, ah, dat weet ik wel, ah, dat weet ik wel, ah, dat weet ik wel. Schrijf het op. Niet op je computer, niet digitaal. Alsjeblieft, schrijf het op. Want op het moment dat je het echt opschrijft, met pen en papier... Kan je het een keer teruglezen? Kan je het echt bekijken? Kan je het op je bureau laten liggen? Snap je? Dan kan je het ergens laten liggen waarvan je denkt, hé, hey, dat zijn mijn doelen. Daar moet ik aan werken. Want op het moment dat je het ergens in je computer opslaat onder een bestandje, je gaat niet elke dag dat bestandje openen. En misschien doe je dat de eerste drie, vier dagen en dan stop je met openen. Want dan denk je, ja, ik weet toch al wat erin staat. Schrijf het op. Dit is echt tip nummer één. Schrijf het op. Dingen opschrijven. Je wilt niet weten hoeveel ik nog opschrijf. Van die kleine gele post-its, misschien ken je ze wel. Ik heb er zo'n blok van staan op mijn bureau. Alles wat me te binnen schiet, alles wat ik belangrijk vind, alles, ik schrijf het op. En dan plak ik het op. Zodat ik eraan herinnerd word. Want weet je wat het is op het moment dat jij thuis bent en je loopt een beetje rond en je ziet een tijdschrift liggen. Dan denk je, oh, tijdschrift, even oh, lezen. Of je ziet je telefoon liggen, oh telefoon, even swipen. Oh krantje, oh koffie, oh even koffie drinken. Alles wat je ziet. ...onbewust denk je hersenen, hé hey, actie, hé hey, daar kan ik ermee, wat kan ik ermee... ...hé hey, dat wil ik wel, want dat is leuk, dat is makkelijk. Dus je moet zorgen dat alle dingen in je omgeving je helpen... ...bij het behalen van je doelen van 2021. Je moet geholpen worden. En jij moet jezelf gaan helpen. Je kunt niet verwachten dat je omgeving dat doet. Jij moet jezelf gaan helpen. En dat wil dus ook zeggen dat je jezelf moet helpen en er doorheen moet helpen... Als het een keer even niet mee zit, als het een keer tegen zit. Als je een keer denkt: Oh, ik heb vandaag echt geen zin. Dan moet je dus geholpen worden door de dingen die je ervoor hebt gedaan. Dus bijvoorbeeld door je planner op een prominente plek te leggen. Op tafel, op bureau, op van mijn part hang je hem aan je keukenkastje of in je slaapkamer. Hang het ergens op dat je weet: Oké, okay, dit, dit heb ik afgesproken met mezelf. En niet gaan denken: Oh, er komt wel, ik pak het wel als ik het wil zien. Nee. Nee. Zo werkt het niet. Je pakt het niet als je het wilt zien. Vooral niet als het slecht met je gaat. Als je even een keer een day off hebt dat je denkt: Oh, ik heb vandaag echt geen zin. Dat zijn de dagen dat je juist eraan herinnerd moet worden. En dat je niet moet gaan denken: Ah, oh, ik skip een dag. Want als je een dag gaat skippen, is het hek van de dam. Als je een dag gaat skippen, als je een keer een dag zegt: Ah, oh, weet je, vandaag hoeft het niet, want ik heb het, uh, ik heb het zo zwaar, ik heb het wel verdiend om even rustig aan te doen. Dat zijn ook de momenten dat het einde in zicht is. Dan weet je gewoon, vanaf hier gaat het bergafwaarts. Vanaf hier ga ik meer tegen mezelf liegen, om maar te zorgen dat ik niks hoef te doen. Jouw doelen, die zijn heel belangrijk. Als jouw doel duidelijk is, dan zal je ook op een dag dat je geen zin hebt denken, oh, ik ga niet alles doen, maar ik ga in ieder geval dat, dat en dat doen, want dat moet ik minimaal doen. En dan doe ik de rest morgen wel en dan haal ik dan wel in. Dat ga je dan doen. Want dat is wat je wilt. Je wilt verder komen. En hoe eerder jij het excuus gaat verzinnen, ik stel het uit of ik doe het een andere keer, hoe eerder het einde in zicht is dat je het niet gaat halen. Snap je? En je wilt juist dat doel voor ogen hebben. Het is heel belangrijk om te zorgen dat je dus focus hebt op je doel. En in de PDF vind je bijvoorbeeld, ik zet eventjes te kijken hoor, het doel is heel belangrijk, dat ga je opschrijven ook in de PDF. Of tenminste, dat schrijf even los op. De impact van het doel. En dat is denk ik misschien nog wel even goed om te benoemen. Hoe groot is de impact van jouw doel? Want je kunt wel een doel bedenken dat je denkt: Nou ja, dat is een leuk doel. Maar als dat doel te weinig impact heeft op jouw leven. Ja, laat ik het anders zeggen. Stel, je, de verkeersboetes. Ik weet niet of ik wel eens een keer een verkeersboete heb gehad. De verkeersboetes zouden allemaal een euro zijn. Alles, maakt niet uit wat je doet. Alle overtredingen, alle dingen zouden allemaal een euro zijn. Hoe erg denk je dan dat mensen zich aan de regels gaan houden? Zouden mensen dan echt nog allemaal stoppen voor rood licht? Zouden mensen dan echt op hun snelheid letten op de snelweg? Zouden mensen dan continu richting aangeven of een gordel opdragen? Of zouden mensen dan niet allemaal bellen achter het stuur? Snap je wat ik probeer te zeggen? Op het moment dat de impact te klein is, is de discipline ook te klein. Snap je de inzet die ervoor nodig is? Op het moment dat alle boetes een euro zouden zijn en je telefoon gaat in de auto, dan denk je, nou, ik kan heus wel bellen en rijden tegelijk, ik ben een hartstikke slimme. Nou, pak je die telefoon op, ja, nee, tuurlijk, joh, geen probleem, ja, al een rechtstuk, wacht, ik kan wel even zo. Zo, ja, nee, tuurlijk, ja, ja, zeker, geen probleem, snap je? Dan zou je zitten bellen, tik, tik, ja, hallo, wat is er? Oh, oh agent, wat is er? Ja, je zit te bellen, ja, dat klopt. Ja, krijgt u een boete voor, oh, nou, oké. Okay. Hier, een euro, uh, zonder administratiekosten, oh, nou, oké, okay. top. Het heeft geen indruk. Het maakt geen indruk bij mensen. En dat is hetzelfde met je doelen. Als jouw doelen geen indruk maken op je, dan kan je het net zo goed niet doen. Snap je? Je doel moet groot zijn. Je doel moet veel zijn. Je doel moet machtig zijn. Je doel moet zo groot zijn dat als je een keer denkt, oh ik heb geen zin, dat je denkt, oh maar dat is mijn doel. Oh ik maak wel zin. Snap je dat? Op het moment dat je bijvoorbeeld heel simpel zegt, nou ja, ik zou heel graag willen dat uh, volgend jaar uh, dat ik de muren heb geverfd. Oké, okay, nou, superleuk idee. Misschien moet je er geen doel van maken. Misschien moet je gewoon even een emmertje verf gaan halen en die, en die muren gaan doen. Snap je? Het is niet zo moeilijk. Op het moment dat het allemaal kleine doelen zijn, dat is eigenlijk niet jouw doel. Dat zijn, dat zijn gewoon taken. En mijn doel is, nou, mijn taak is om de muur te verven, mijn taak is om de keuken op te ruimen. Dat zijn allemaal kleine taakjes. Die kan je binnen één of twee dagen, misschien binnen een week wel doen. Een doel moet groot zijn. Jouw doel, wat is nou jouw levensdoel? Wat is nou oprecht jouw levensdoel? En zeg dan niet, nou, ik heb een goede baan en ik ben blij en tevreden en ik heb een autootje en yo, ik verdien mijn centjes en het is wel goed zo. Nee, nee, dat, is, dat kan geen doel zijn. Je kan mij niet vertellen dat toen jij klein was, toen je jong was, toen je nog op de basisschool zat en iemand vroeg: Oh, wat wil je laten worden? Nou, ik wil gewoon lekker uh, spulletjes hebben en thuis kunnen zitten in mijn huisje, en af en toe de voetbal kunnen kijken. En nou, dan zou ik echt, uh, ja, dat is echt mijn ideale uh, droomtoekomst. Mm. Nee, natuurlijk niet. Geen enkel kind, zal zoiets zeggen. Geen enkel kind wat je vraagt: wat wil je laten worden als je groot bent of als je ouder bent. Geen enkel kind zal zeggen: Nou, ik hoop dat ik ooit in een huisje thuis kom te zitten en een krantje kan lezen en elke maand net genoeg geld heb om de rekeningen te betalen. Geen enkel kind. Waarom zeg je dat nu dan wel tegen jezelf? Waarom zeg je dan nu wel tegen jezelf: Nee, ja, het is goed zo. Ik heb geen grote doel. Ik hoef geen grote doel. Ik ben nu tevreden. Het gaat er niet om of je tevreden bent. Het gaat er om: wat is je potentie? Waar kan je naartoe? Wat kan je doel zijn? Als jij zegt, nou ik had heel graag nog wel eens een keer brandweerman willen zijn, wat houd je nu dan tegen? Ga bij de vrijwillige brandweer. Als je dat zo ze graag wilt, waarom doe je dat niet? Snap je? Je moet echt doorhebben dat je jezelf alleen maar tegenhoudt in het stukje ontwikkeling, in het stukje groei, in het stukje behalen van je doelen. En als ik zie hoeveel mensen om me heen vastgeroest zitten in hun stramien, in hun. Dagelijkse ritme, in een dagelijkse, ja, maar ja, dit is gewoon mijn leven. Zo, dit. En er is ook geen ruimte hier, en er is geen ruimte hier. Het is alleen maar dit. Ja, dit is mijn leven. Maar wil je dan niet brandweerman worden? Nee, het is goed zo. Snap je? Maar je wilde toch dierarts worden? Ja, nee, maar weet je, daar moet je allemaal zoveel voor leren, en dit is makkelijker. Dat werkt er niet. Je liegt tegen jezelf. Hey, ik vind het oké. Okay. Ik vind oké. Okay. Als jij ermee kan slapen, als jij ermee kan leven om tegen jezelf te liegen, om tegen jezelf maar te blijven zeggen als iemand zegt, hé, hey, waarom doe je dat niet? Nee, het is goed zo. Dan hoef je deze video niet eens af te kijken. Dan zou ik nu gewoon lekker de video stoppen en dan zou ik lekker kappen. En dan zou ik lekker op de bank gaan zitten, zou ik lekker je krantje pakken, zou ik lekker gaan scrollen, vooral scrollen, lekker veel op social media scrollen, lekker veel kattenfilmpjes kijken. Lekker veel dingen bekijken, waarvan je weet dat het je niks brengt, dat je misschien een keer moet lachen. Oh grappig. Volgende. Ah, oh, ook grappig. Oh, niet grappig. Ah, heel grappig. Doorsturen. Snap je? Stop maar, stop de video maar. Dan hoef je voor mij niet meer verder te kijken. Dus je doel, je doel moet groot zijn. En wil je geen groot doel maken, dan stop je nu. De video zijn we klaar. Oké? Okay? Blijf je kijken? Dan stop. Dan gaan we grote doelen zetten. Grote doelen, want alleen grote doelen worden we enthousiast van. Als we geen grote doelen zetten, dan wordt het niks. Dan wordt het niks. Op het moment dat jij nu denkt: van, Nou, weet je wat, ik zou heel graag volgend jaar mijn eigen bedrijf willen, of ik zou heel, heel graag volgend jaar willen verdubbelen in omzet, dan zet je serieuze doelen. Een doel is oh, ooit op een dag. Nee, een doel is concreet. En ik maak graag die doelen met je concreet. Dus pak even de PDF erbij. Want ik heb erin opgeschreven, wat is je doel? Wat wil je bereiken? En ik heb op een gegeven moment ook opgeschreven, wat is nou je echte doel? Wat is nou je echte doel? En wat is daar de impact van? Want die impact, die moet je zwart op wit zetten. Want als jij niet beseft dat er een impact is, dan heb je misschien een verkeerd doel. Hè, ik kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil heel graag verhuizen volgend jaar. Oké, okay, wat is de impact ervan? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik wil gewoon graag verhuizen. Maar waarom doe je dat dan? Wat is nou het verschil ten opzichte van nu en je doel? Snap je de impact? Dat is natuurlijk degene wat je moet motiveren. Als de impact te klein is, dan raak je op een gegeven moment niet meer gemotiveerd. Dus daarom hamer ik zo op dat doel. Dat doel moet echt belangrijk zijn en groot zijn. En je kunt hem beter te groot hebben dat je denkt: wow, dat is echt een mooi groot doel. En dan bijvoorbeeld maar weet ik wat tweede, twee derde daarvan behalen. Dan dat je een klein doel zet en dat je aan het einde van de maand denkt: ja, ik ga het echt niet meer doen, want het doel is te klein. Snap je? Dus even goed erop letten, even goed erop letten dat je daar echt mee serieus bezig gaat. Nou, vervolgens een top 10, een top 10 met je doelen op prioriteit. Wat is nou het belangrijkste en werk ze zo af. Maak er ook 10. En dan niet zeggen: ja, maar ik heb er geen 10. Maak er 10. Iedereen heeft 10 doelen, hoe groot of klein, al is het doel. Ja, nou ja, ik wil eigenlijk ook nog wel een keer, weet ik wat, uh, mijn haar scheren. En ik wil, uh, weet je, kan ook een doel zijn. Ik wil heel graag hier een tatoeage. Kan ook een doel zijn. Groot of klein, maakt niet uit. Schrijf je doel op. Oh, ik zou heel graag een eigen boot willen. Doel, prima. Ik zou heel graag een eigen bedrijf willen. En uh, ook een doel, prima. Ik zou heel graag, weet ik wat, uh, een gezin starten. Ook een doel, prima. Schrijf alle doelen op. Maar dan wel de top 10. Hè? En dan nummer 1 is het belangrijkste en nummer 10 is het minst belangrijke. En als je nog meer dan 10 wil bedenken is prima, maar dat gaan wij niet behandelen. Die top 10 is heel belangrijk. Schrijf ze ook echt op. Um, dat, 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 dat. Dat ga je doen. Die doelen ga je opschrijven. En dan is eigenlijk het belangrijkste. Staat ook in de sheet hoor. Dus ik neem het nu gewoon eventjes harder met je door. Het belangrijkste is ook. Ga bekendmaken wat je doelen zijn. Alleen als je bekend maakt wat je doelen zijn, dan zal je er ook aan kunnen werken. Op het moment dat je dat nou niet doet, op het moment dat je nou echt denkt: van nou ah, weet je wat, uh, ik doe me wat en de doelen zijn een beetje voor mezelf, dan gaat het niet werken. Dan gaat het niet werken. Want dan ga je het voor jezelf houden en tegen jezelf ga je liegen. Dus het is heel belangrijk, als het straks allemaal op papier staat, dat we dit gaan delen met de mensen om ons heen. En dat maakt niet uit. Weet je, het maakt niet uit of ze je gaan uitlachen, het maakt niet uit of ze tegen je zeggen, ah, dat kan je helemaal niet. Of dat ze zeggen, nou doe jij nou maar gewoon normaal, want uh, dit is wel heel gek. Dat moet je allemaal negeren. Het belangrijkste is, is dat je die confrontatie aangaat met de meningen van anderen. Wees erop voorbereid dat ze zeggen, dat is niks voor jou. Dat is weer heel groot gedacht. Nou, haha, succes hoor. Dat, die reacties ga je krijgen. En reacties van haters met, dat kan je niet hebben wat een stom idee. Ga je ook krijgen. Wat een stom idee. Ga je allemaal krijgen. Maar het belangrijkste is dat je daar nu de mee, al de confrontatie aan gaat. Dat je laat zien van, hé, hey, ik doe het op mijn manier. Ik doe het anders. Want als je het nu doet, dan is het nog makkelijk. Als je het nu doet van, kijk eens, ik ga dit doen, is het makkelijk. Als je halverwege bent en iemand vraagt, hé, hey, hoe gaat het met je? En je hebt nog nooit wat verteld. En iemand vraagt, hé, hey, hoe gaat het met je? Ja, dit zit tegen, dat zit tegen, dit werkt niet. Ja, nou, dus ook geen goed idee wat je daar hebt. Dan haak je weer af. Dan ben je al veel ver, dan zit het alleen een keertje tegen. Dan vertel je een keer voor het eerst je idee aan iemand anders. En dan zegt die persoon: Ja, dat is ook een stom idee. Daarom werkt het niet, want het is een stom idee. En dan zak je nog meer de moed in je schoenen en dan geef je op. Ik wil voorkomen dat je opgeeft. Ik wil zorgen dat je doorgaat. Ik wil zorgen dat je doel groot genoeg is. Dat jij jezelf ook wilt motiveren om door te gaan. Dat kan alleen als je doel groot genoeg is. En daarom is het ook belangrijk om in het begin te vertellen tegen iedereen eigenlijk om je heen: ik ga dit doen. Of dit is mijn plan. Of ik wil een eigen bedrijf starten. Of ik wil, weet ik wat, ik, ik ga op dates en ik wil een gezin. En ik wil verhuizen. En ik wil. Wat wil je? Ik wil een nieuwe baan. Ik wil een hogere functie. Hè? Misschien zit je wel in loondienst. Prima. Misschien wil je wel opslag. Ik wil opslag deze maand. Ik ga naar mijn baas toe, naar mijn werkgever. En ik ga gewoon vragen om opslag. En als hij zegt: nee, dat krijg je niet. Ga ik wat bedenken om opslag te krijgen. En daar ga ik je bij helpen. Ik weet echt wel heel veel manieren om te zorgen dat je toch je opslag krijgt. Snap je? Dus of je nou voor jezelf werkt, of dat je nou in een loondienst zit, of dat je nou een eigen bedrijf wil starten, of dat je nou de hele dag thuis zit, het maakt niet uit. Wat zijn je doelen? Schrijf ze op en vertel die doelen aan de mensen om je heen. Deel ze met je partner, deel ze met je kinderen, deel ze met je ouders, deel ze met vrienden, familie. Maakt niet uit. Maar ga het bekendmaken dat jij een doel hebt. Want dan ga je de kritiek krijgen van mensen. En die, moet, die heb je nodig. Het klinkt heel stom, maar je hebt die kritiek nodig. Zodat zij nu jou kunnen afkraken. Als ze dat überhaupt gaan doen. Zodat je daar later geen problemen meer mee krijgt. En dat ze dan misschien over een half jaar alsnog zeggen: Ik zei het toch. Dat maakt niet uit. Want je weet nu dan al hoe ze erin staan. En mensen die je misschien wel motiveren, want die heb je natuurlijk ook. Die gaan waarschijnlijk zeggen: Gee, hey, wat een leuk idee, wat goed top man, mooi doen, wat een goed idee. Of, of, oh, wat fijn voor je dat je eindelijk dit gaat doen, dit wilde je al zo lang volgens mij. Of, nou, dat is echt iets voor jou, wat leuk dat je daar zelf mee komt. Dat. Die reacties krijg je hopelijk ook, dat hoop ik echt voor je. Maar ik merk wel dat het gros van de reacties vaak bij mensen is, vooral omdat ik wel wat directe berichtjes ook krijg van mensen met, ja, mijn ouders zeggen dit, mijn broers zeggen dit, mijn familie. Dat mensen heel veel kritiek hebben. En daarom benadruk ik het nog eventjes, gewoon vertellen, aan iedereen vertellen. Wat ze ook zeggen, trek je eigen plan. Want je hebt een doel. En dat doel, dat ga jij halen. Dat is niet het doel van iemand anders. Dat is niet het doel van je ouders. Dat is niet het doel van je kinderen. Het is jouw doel. En jij moet dat doel gaan behalen. Dus jij moet ook de energie erin stoppen. En op het moment dat jij dat doel vertelt aan andere mensen, weten ze in ieder geval wat je aan het doen bent. En jij hebt naar buiten gegooid wat je gaat doen. Je kunt je doel eigenlijk niet meer aanpassen. Mijn doel is om. Een nieuwe baan te vinden. Oké, okay, dat is je doel. Nou, je planner liggen gewoon op tafel. Iedereen moet die planner ook kunnen inzien. Als je dat oké okay vindt. En als je dat niet oké okay vindt, berg hem dan op een eigen plek op waar je hem wel elke dag ziet. Snap je zorg er wel voor dat je weer even herinnerd wordt van oh ja, dat is het. Oh ja, daarvoor doe ik het. Oh ja, daarvoor sta ik vroeg op. Oh ja, daarom ga ik een eentje later naar bed. Oh ja, daarom? Snap je? Daarom doe je het. Dus nou. Ik hoop in ieder geval dat je hiermee in ieder geval direct aan de slag gaat. De pdf zit erbij. Print hem uit. Kan je niet printen, schrijf het gewoon even op papier. Echt, ik meen het. Schrijf het op. Schrijf het op. Want als je het niet gaat opschrijven, ga je het en vergeten, en de waarde wordt lager. Het, dat zit gewoon hier. Dat is heel stom. Het zit hier. Op het moment dat je het geschreven ergens ziet staan, is de waarde gewoon hoger. Voor jezelf en ook voor een ander. En als je het niet met een ander wil delen, prima, doe je dat gewoon nog niet. Maar vertel op zijn minst wel wat je doelen zijn. Vertel op zijn minst aan je omgeving wat je van plan bent. En dat je dan het helemaal uitwerkt en dat je dat niet laat zien, oké, okay, vind ik ook prima. Open de sheet, vul alles netjes in, zet je doelen erop. En vervolgens wil ik ook heel graag dat je gaat zorgen dat je een tijdsplanning gaat maken. En dan kan ik begrijpen, die zegt, nou dat vind ik nog een beetje lastig. Stel het dan nog eventjes uit tot de volgende training. Maar in ieder geval. ...maak een tijdsplanning voor jezelf waarvan je denkt, hey, binnen een maand wil ik dit doen... ...binnen een jaar wil ik dit doen, binnen drie maanden wil ik dit doen, binnen vijf jaar wil ik daar zijn. Dat kan ook, hè? je doel kan ook volgend jaar zijn of over tien jaar. Het gaat erom dat je je doel zet. Als jouw doel is om, weet ik wat, ik wil in mijn eigen huis bouwen, maar ik heb helemaal geen geld... ...dan wil dat helemaal niet zeggen dat je dat binnen een jaar moet gaan halen. Dat kan ook zijn, nou, over tien jaar wil ik mijn eigen huis en uh, laten bouwen... ...alleen ik heb nu geen cent, maar dat maakt niet uit, over tien jaar wil ik daar zijn... Dan kunnen we in ieder geval dat pad ernaartoe gaan bedenken. Snap je? Dus laat je niet te veel inperken door 2021. Het leven is natuurlijk veel langer. Laten we dat even vooropstellen, of tenminste, daar gaan we wel van uit. Het is niet zo dat op de eerste maandag van 2021 dat er echt een hele nieuwe wereld is en dat dingen zijn veranderd. Nee, je hebt nog steeds dezelfde problemen, dezelfde zorgen, dezelfde toekomstwensen, nog steeds dezelfde mensen om je heen. Het is hier in het hoofd. In het hoofd denken mensen dat de eerste maandag van januari... dat dat een geweldige maandag is en dat de wereld is verbeterd en veranderd. Dat is niks van waar. Dat zit allemaal hier tussen die oortjes. Dat is prima. Weet je, als iedereen daarop kan leven, als iedereen in één keer fanatiek gaat sporten... en twee weken later weer de handdoek in de ring gooit en weer stopt... moeten zij weten. Maar zo zijn wij niet, toch? Zo zijn wij niet. Wij zorgen ervoor dat als we een doel zetten, dat we dat doel gaan halen. En of dat doel nou volgende week is, volgend jaar of over, drie, over tien jaar... Dat maakt niet uit, wij zetten doelen. En ik wil je graag vragen om nu te gaan starten met het invullen van die PDF. Kost je misschien 10 minuten, kwartiertje, max. Staan er wat vraagjes bij en zorg ervoor dat je die ook eventjes doorneemt. He, bijvoorbeeld ook van hang het op een prominente plek, maak een planning. Nou, dus dan lees het gewoon eventjes door. Eerste training voor vandaag, maandag 2021, de eerste maandag van januari. Ik wens je er heel veel succes mee. Ik wil er nog eventjes aan toevoegen. Niet vergeten, nog niet ophangen en nog niet wegklikken. Ik wil er even aan toevoegen. Kom in de community. Kom in de community. Op happy.timosonius.com zit de community. Nu ook waar je deze training kijkt waarschijnlijk. En join de community. De community staat bovenin. Volgens mij het eerste knopje in het menu is de community. Ga even naar het bord start 2021. En je zult zien dat we daar met meerdere mensen hopelijk ook gesprekken gaan voeren. Snap je, dat is natuurlijk het idee. Het is nu nieuw, dit is de eerste training, dus er zal nog niet heel veel gebeuren. Maar zet gewoon eventjes wat je aan het doen bent. Zet er gewoon in. joh, mijn doel is dit. Of ik ben die en die, ik kom daar vandaan en dit is mijn doel. Weet je, introduceer jezelf ook eventjes, want dat maakt het ook leuk. Als we elkaar hebben, gaan we elkaar ook helpen. Als je straks iemand hebt die zegt, ja, nou ja ik merk wel dat als het regent dat ik geen zin heb. Dan kan het misschien zijn dat iemand anders zegt, ja, nou ja weet je wat ik dan altijd doe? Dan doe ik bababababa. Ba, 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 ba. Ja, ik heb wel eens een keer dat ik dan een hele mooie planning maak. En dan komt er iemand binnen en die gooit me hele planning in de war. En dat iemand anders dan weer zegt: Nou, weet je wat ik dan doe? Dan doe ik, we kunnen elkaar gaan helpen. We kunnen met elkaar samen dingen gaan ontdekken. Weet je, want we weten samen meer dan alleen. En we hebben allemaal een doel. We hebben allemaal hetzelfde stramien. Dus we zitten op een gegeven moment met z'n allen elkaar te helpen om verder te komen. Dus join nog even die community als je dat nog niet hebt gedaan. Je hebt in principe direct toegang. Als je al toegang hebt tot het Happy Platform, klik erop, stel je eventjes voor, zeg eventjes wie je bent, waar je vandaan komt en wat je doel is. Gaat goed komen. Ik zit er natuurlijk ook in, dus ik uh, zie je daar graag weer verschijnen. En uh, natuurlijk weer tot in de volgende training, die vind je ook weer terug hier in het Happy Platform en dan gaat het helemaal goed komen. Succes en ik spreek je snel.